Is er nog iemand binnen? Is er nog een draai? Nee, dat is absoluut geen draai. Dat is waar, we gaan nu moeten vertrekken. Ja. Ik heb geen vraag te stellen. Dat is een politiewapen. Ook een tegast van een Glock. We moeten mij hem spreken. Waar heb je dat? Per ongeluk wapen meegepakt of zo. Maar dat is het wapen. Was niet van mij, echt niet. Dat was van Ellie. Ik heb jij neergeschoten met haar wapen. Ze wil dat wapen terug van mij afnemen, omdat ik het uit haar poekentas had genomen. Mocht recht staan. Je gaat mee met ons naar het bureau. Ja, de vraag is of dat waar is, hè? Hij zegt dat wel, maar... Allee, hij leek me wel geloofwaardig, maar... We werden opgeroepen omdat er op de middelbare school een meisje is neergeschoten. De jongen die dat gedaan heeft, die beweert dat dat wapen van haar zelf is, dat zij dat heeft meegebracht. En dat hij naar het wapen heeft gegrepen omdat hij dacht dat ze domme dingen ging doen. Dus we zijn nu in het ziekenhuis om zijn verhaal te vergelijken met dat van haar. Als we haar kunnen spreken in eerste instantie, want u weet nog niet wat ze eraan toe is. En niet alleen dat, wij zitten natuurlijk ook met de vraag hoe komt dat meisje aan een politiewapen. Ah, goeiedag. Hallo. Dag, dokter. U komt waarschijnlijk voor Ellie. Ja, klopt. Ja, goeiedag. De operatie is net gedaan, de stecht is ook goed verlopen. We hebben de kogel heel netjes kunnen verwijderen en er zijn geen vitale organen geraakt. Dat wil dus zeggen dat ze eigenlijk buiten levensgevaar is, hè. Alle gevaar is geweken. En je gaat ze volledig herstellen? Ja, vermoedelijk wel. Het zal wel even duren, maar ze gaat echt wel volledig herstellen. Dus, kunnen we haar dan even spreken nu? Wel, momenteel is het nog onder narcose, maar zodra de narcose is uitgewerkt, kunnen we haar gerust een bezoekje brengen. Maar ze heeft u ondertussen nog niets verteld, dus nog twee keer. Ik stel dus voor dat jullie eventjes in de wachtzaal wachten. De ouders zijn er ook. Je kunt er gerust een koffietje aan drinken. Haar ouders zijn er ook, ja. Ja, dat kunnen we. Dan doen we dat. Goed. Ik kom ons even iets zeggen als absoluut. Wakker wordt. Oké, dank je wel. Hallo. Hallo. Zijn jullie de ouders van Ellie? Ja. We hebben juist de spoedarts gesproken. U weet dat uw dochter volledig gaat herstellen? Ja, ja, ja. Maar dat zal wel een opluchting zijn. Ja, absoluut. Ja, dat is schrikken, hè, zoiets. Het enige is, wij zitten met enkele vraagjes, toch? Zij was in bezit van een wapen. Blijkbaar, ja. Zij zou een wapen mee naar school gebracht hebben. Zij zelf? Ja. U weet ik daarvan. Zit bij de research. Sorry? Ik zit bij de recherche en ik bewaar mijn dienstwapen thuis. Maar dan mag ik doen dat zoals dat hoort. Dat is achter slot en grendel. Munitie apart van het wapen. Ja. Jij bent een collega. Mm-hmm. Ja, dat verklaart niet. Het was een politiewapen. En, ja. Ze was wel wat onhandelbaar de laatste tijd. Ze deed dwaze dingen, maar dit... Toen ik van het ongeluk hoorde, heb ik direct gaan kijken. Ik ben gaan checken en het was effectief. Weg. Maar de sleutels, normaal weet zij die echt niet liggen. Ik voel mij er wel schuldig bij, maar... Hoe is dat gevoel nu? U begrijpt dat niet. Zo stom kunnen zijn, niet te begrijpen. Dat is niet gemakkelijk voor die anders om zoiets toe te geven. Hè. Natuurlijk, als politieman, als zoiets gebeurt, dat is wel het laatste dat je wil meemaken. Ja, dat is goed. Je kunt mij ook altijd bellen, ja. Dat is goed hoor. Ja, bedankt hè. Ja hoor. Tada. Ja, salut hè. Ja. Ja, dag meneer Verstraten. Dag. Het was meneer Verstraten zeker? Ja, het was duidelijk meneer Verstraten. Amai, wat was dat hè? Meneer Robijns is bestolen voor zo'n 45.000 euro aan oude muntstukken. We hebben alle handelaars en verzamelaars opgebeld in de oude muntstukken in de hoop dat we zo zijn collectie kunnen terugvinden. Ik wist eigenlijk niet dat er zoveel mensen zich bezighielden met die munten. Zou dat dan toch echt iets waard zijn, zo, dat sparen? Ja, geen idee. Ik heb er echt... Jij vraagt al die vragen aan mij. Ik heb er geen verstand van. Hoe erg is dat? Ik heb heel goed nieuws. Ja? Dag, meneer Robijns. Ga zitten, ja? Ja. Mijn muntcollectie is terecht. Oké. Vertel. Ja, ik denk dat een dief ze deze middag bij mij op het werk op de bank dan nog wel eens komen aanbieden. Met de vraag om ervoor een kluis te huren. En heb jij gezegd dat die munten van u zijn dan? Nee. Maar ik heb wel zijn naam en zijn adres genoteerd. Alsjeblieft. Oké. Ben verkomen. Dan heb jij superveel chance gehad volgens mij. Ja, dat denk ik ook. En zijn er zeker dat die collectie van u was? Natuurlijk. Als je daar 20 jaar werk in zit, dan herken je dat onmiddellijk. En u kan dat zelf ook checken, aan de hand van de foto's en mijn attest. Ja, dat is waar. Ik zou zeggen, doe even verder niks meer. Ja. En dan houden wij u sowieso op de hoogte. Ja? Maar
in het vervolg op een betere plek bewaren. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Nu ga ik ze zelf ook wel in de kluis steken. Ah, oké, okay, want je kent dat gezegde, hè, van die ezel en die steen en zo. Ah, ja, natuurlijk, begrijp. Ja, ja, zeker weten. Voilà. Oké, okay, bedankt om te komen. Oké. Okay. Dag, meneer Robijs. Dag. Ja, je hebt dom en je hebt dommer dan dom. Het is natuurlijk niet slim om je collectie thuis te bewaren, maar de liefdespan is toch wel echt de kroon. We gaan hem nu naar hier laten komen en ik ben benieuwd om zijn gezicht eens te zien als hij te weten komt dat de bankbediende eigenlijk de eigenaar is van de collectie. Ik ga proberen om niet in de lach te schieten, maar dat gaat niet gemakkelijk zijn. Ik ga een patrouille vragen om die mensen op te halen, hè? Die okay. In Ben Verkammen. Goed? Ja. Gaan we binnen? Nee, wacht even. Die ouders zijn binnen. Ja, is toch geen lampje of zo? Nee. Maar laat die ouders even met hun dochter praten. Wat is dat, haast? Nee, maar ik zou graag weten wat erin zit. Nou ja, we gaan het zo beet weten. Hè. Het meisje dat werd neergeschoten op de middelbare school, die bleek dat wapen zelf meegebracht te hebben. Haar moeder is een collega van ons die haar wapen thuis achter slot en grendel bewaart. En ja, dat kind is eraan geraakt. De jongen die het wapen heeft afgevuurd, beweert dat het per ongeluk gebeurd is tijdens een schermutseling. Gelukkig kunnen we zijn verhaal nu naast dat van haar liggen. Ze is ondertussen wakker en ze heeft heel veel geluk gehad. Dag, Ellie. Hoe is het met jou? Goed. Goed? Ja. Met Charles gaat, hè? Ja. Kun je ons vertellen wat er gebeurd is? Ja. Ik had een geweer meegenomen om te gaan schieten met vrienden na school. Op een paar blikken. Nu, dat was een goed plan van u. Ja, dat lijkt me wel leuk. Het pistool van uw mama even pikken, dat lijkt u leuk. En met munitie op een school rondlopen, mijn pistool, dat lijkt u leuk. Oh. Ja, dat was nooit de bedoeling om zo uit de hand te lopen. Echt verstandig is dat niet, hè? Besef jij hoe gevaarlijk dat is? Besef jij hoeveel geluk dat je had gehad? Ja. Je bent neergeschoten geweest en met een wapen dat je zelf hebt meegebracht. En je moeder bewaart dat wapen achter slot en grendel. Is je de sleutel gevonden of wat? Ja, ik wist waar dat die stak. Je mama zal niet blij geweest zijn. Nee, ik heb veel op mijn donder gekregen. Terecht, hè? Ja. Heb je enig idee hoe dat je klasgenoot zich nu voelt? Ja, ik ga zeker sorry zeggen, want hij heeft hier veel last mee gekregen. Dus... Dat mogen we wel stellen, ja. Gaat u zeker excuseren. En voor de rest kunnen we niet meer zeggen dan een spoedig hersteld zeggen. En doe dat alsjeblieft nooit meer. Nee. Als jij speelgoed hebt, kind. Succes, hè? Dank je wel. En nu maar hopen dat dat meisje van haar gigantisch grote fout heeft geleerd, hè? En dat ze nooit meer met haar vingers aan het wapen van haar moeder komt. Gewoon al het idee dat je een wapen meeneemt om ergens op te gaan schieten, of dat dan over te spelen is of niet, dat is gigantisch fout. Maar dat is juist, wat is het? Dat vindt je broekje niet goed? Nee, dat krept al heel de tijd tussen mijn gat. Maar ja. En een douche, want dat is... Allee. Ik stink niet. Ik heb er niks van gezegd, maar achter u lopen is geen cadeau nu, hè. Oh, jij bent zo gemeen. Kom, douche dan, want... Oké, tadaa. Die Ben Verkammen komt eraan. Echt, of wat? Ik meen het, hè? Oh, maar kom aan, je kunt er toch niet zo zitten lachen? Was allee, het is goed, hè? Voilà. Het ziet er naar uit dat de diefstal van een waardevolle collectie munten op een hele snelle manier opgelost zal geraken. Want de dief is eigenlijk zo dom geweest, zonder dat hij het zelf wist, om die collectie terug te brengen naar de eigenaar. Die eigenaar die werkt op een bank en de dief is naar die bank gegaan om daar een kluis te openen om die collectie in op te bergen. Ja, als alle zaken zo gemakkelijk opgelost geraakten. Goedendag. Goedendag. Ja. Weet je waarvoor je hier bent? Nee. Heb ik... Ik weet niet, een parkeerboete niet betaald of zo? Nee. Nee, eigenlijk voor uw hobby. Ja. Ja, u verzamelt toch waardevolle munten en centjes van over de hele wereld, hè? Nee? Ja, oké, ja. Hoe weten jullie dat? Blijkbaar heb jij vandaag een
waardevolle collectie naar de bank gebracht. Klopt dat? Dat klopt. Zo. Ja, heb je soms een idee wat die waarde eigenlijk is van die collectie? Het is toch al een tijdje geleden dat ik dat nog eens heb nagerekend. Dus... Ja, maar zo ruw geschat zo, hè. Zo. Ja. Zo'n 10.000 euro, zoiets? 10.000 euro? Of meer? Ah. Ja, ik zeg het, het is al een tijdje geleden dat ik het... Het gaat mij eigenlijk ook niet om de waarde van die munten. Hè. Ik ben gewoon een verzamelaar. Een echte verzamelaar? Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, dat is echt mijn passie. Je hebt er echt verstand van en zo. Ja. Allee, want bijvoorbeeld zo hier, hè, bijvoorbeeld deze muntje hier, hè, van Lady Diana. Wat brengt dat zo op tegenwoordig? Veel. Ja? Ja. Ik denk dat ook. Maar, ja, dat is altijd, maar ik verkoop dat niet, hè? Heel die collectie is eigenlijk 45.000 euro waard. Ja? En eigenlijk, hè, is dat muntje Rien de Knots waard. Niks. Niemand dan. Doe. Huh? Zeg maar, hebben jullie in mijn kluis gezeten of zo? Want bij mij weten is dat verboden, hè? Meneer Verkamme, je hebt die collectie teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar Bob Robijns. Weet je wie dat Bob Robijns is? Nee, wie is Bob Robijns? Bob Robijns is de bankbediende die u daar straks heeft geholpen. Dat is de huurovereenkomst van uw bankhuis. En jij hebt hier getekend, hè? Ben Verkamme. Sorry, hè? Bob. Robijns. Ja, oké. Okay. Het is niet mijn collectie. Ah, dus je geeft het toe. Voilà. Dat is niet zo slim, hè? Je hebt ons heel veel werk bespaard, meneer Verkamme. Mm-hmm. Merci daarvoor. Maar ik denk niet dat een verlichting van je straf zal geven. Misschien kan ik hier aangifte doen? Ja, dat doen we onder andere. Ik heb hier bloed op een handdoek. Dat is heel vreemd. Snapke, iedereen is hier uw favoriete agent, denk ik, de indruk. Van een baby? Ja. Vermoord of wat? Oei. Nee, jawel. Kom! Maar luister, ja, kom, dat is geen avans, zeg.